Ik ben Ina, de huisseksuoloog van Flair en ik beantwoord al jullie prangende seksvragen. Porno vinden we overal op het internet, maar als vrouw is het niet altijd makkelijk om de juiste te vinden. Misschien is vrouwvriendelijke porno of porna dan wel iets voor jou. Bij gewone porno staat vaak het genot van de man centraal en wordt er gefocust op zijn orgasme. Je ziet bijvoorbeeld ook vaak dat de man klaarkomt in het gezicht van de vrouw en ik kan me voorstellen dat niet elke vrouw dat even opwindend vindt. In zo'n porno zie je vaak ook alleen maar gewaxte vagina's, siliconen borsten en afgetrainde lichamen. Dat kan sommige mensen misschien wat onzeker maken, omdat het de indruk wekt dat dat normaal is. Bij porno probeert men iets aan dit stereotype beeld te veranderen en geeft men lichamen en seksualiteit vaak op een realistischere manier weer. Naast de aandacht voor diversiteit tussen mensen, focust porno ook op het genot van de vrouw en het belang van voorspel. Porno-websites zijn wel vaker betalend, maar dat komt omdat er op een meer respectvolle manier wordt omgegaan met acteurs en actrices en ze worden ook op een eerlijkere manier betaald. Nieuwsgierig naar porno? Surf dan eens naar www.feministpornguide.com. Hierop vind je allerlei informatie terug over porno en ook links naar leuke porno-websites. Als je toch liever gratis wil kijken, ga dan naar www.lottelust.nl. Hierop vind je ook videomateriaal terug, maar als dat niet helemaal je ding is, kan je ook naar verhalen luisteren in de vorm van podcasts. Flair, flair.